We praten voor de vierde keer met Maurice de Hond. Maurice, welkom. Een van die vier gesprekken is door YouTube verwijderd. We hopen dat dit gesprek er gewoon op blijft staan. Ja, Maurice, jouw conflict met het RIVM, de wetenschappers, dat blijft maar doorgaan. We zijn nu beland in de fase dat jij nationaal of een deltaplan ventilatie hebt gemaakt om een tweede golf van corona te voorkomen. Hoe heeft het RIVM daarop gereageerd? Eergisteren is er een nota gekomen weer van het RIVM. Dat ging over aerosols en ventilatie. En eigenlijk staat erin dat eigenlijk aerosols niet aangetoond is dat ze een grote rol spelen. En dat we op het terrein van ventilatie eigenlijk niet veel bijzonders hoeven te doen. Dus dat wat ik voorstel om een deltaplan ventilatie te gaan starten, zodat we in oktober, november klaar zijn en dan veel minder kans hebben dat er een tweede golf gaat komen, dat wordt eigenlijk in die nota min of meer afgewezen. Maar even voor de mensen die het niet helemaal gevolgd hebben, heeft dat te maken met het feit dat de RIVM een veel kleinere taak toedicht aan die aerosols dan jij? Ja, als je het rapport goed leest, dan is het amper. En ze zeggen het is allemaal nog niet duidelijk aangetoond. En dus dat soort overwegingen. En dat is wel vreemd, want als je gewoon kijkt dat al in Duitsland de belangrijkste viroloog inmiddels gezegd heeft dat het wel waarschijnlijk is dat aerosols een belangrijkere rol spelen dan via direct contact besmetting. Eigenlijk de Europese RIVM is ook al een beetje die kant aan het opschuiven, maar ja, Asterix en Obelix, hè, dat kleine landje daar aan de zee, daar houden we koppig vol dat dat amper een rol speelt. En ik ben bang met desastreuze gevolgen. Ja, je bent bang voor een tweede golf als dat deltaplan ventilatie niet wordt ingevoerd. Komen we straks op. Laten we even een stap terugnemen en eens kijken welke nieuwe data heb jij nu verzameld die weer nieuwe inzichten aan onze kijkers kunnen geven. Ja, kijk, de WHO heeft gisteren geroepen dat het steeds erger wordt. We zien wereldwijd in heel veel landen het aantal besmettingen toenemen. En terecht dat het WHO roept, dat ziet er allemaal niet zo goed uit. Maar ik ben bang dat het vooral niet zo goed uitziet, omdat men niet goed onderkent wat er aan de hand is, waardoor dat virus zich op die manier over de wereld aan het verspreiden is. En als je dat wel begrijpt, dan is het ook veel makkelijker om de gepaste maatregelen te nemen. Maar het interessante is dat eigenlijk stevast de WHO en ook de RIVM voortdurend roepen, je moet 1,5 meter afstand, social distancing. Als je dat goed doet, dan, dan gebeurt er niks. Dan roepen ze ook, goh, in Nederland is het eigenlijk heel goed gegaan dankzij die 1,5 meter. Terwijl er ook andere verklaring mogelijk is. Namelijk dat het verbieden van massabijeenkomsten. Maar het lijkt een beetje op, en dan maken ze een soort cirkelredenering die een beetje lijkt wat Bert en Ernie gebeurt. Ernie gaat naar Bert toe en Bert heeft een banaan in zijn oor. En dan vraagt hij, waarom heb je een banaan in je oor? En dan antwoordt het antwoord, ja, omdat ik daarmee de krokodillen verwijder. En dan zegt hij, ja, maar er zijn helemaal geen krokodillen. En dan is het antwoord, nou, zie je hoe succesvol mijn banaan is. Nou, dat is een beetje de manier waarop eigenlijk geredeneerd wordt. Kijk, we staan momenteel op hele lage cijfers wat besmettingen betreft, en dat klopt. En we hebben 1,5 meter gehouden, dat klopt ook. Dus het is aan 1,5 meter te danken. Alleen, er is nog een andere verklaring. En het interessante is dat die andere verklaring ook veel beter past bij de wereldwijde patronen. Maar zowel de RIVM als WHO blijven stevast vasthouden aan het gebeurt eigenlijk met de druppel binnen 1,5 meter. En als je maar op 1,5 meter afstand zit, dan vindt er geen besmettingen plaats. En overal waar je wel besmettingen ziet, ja, dan zijn ze niet op 1,5 meter geweest. En dat is een desastreuze aanpak. En het is belangrijk om vooral te kijken, hoe komt het nou, hoe die verspreiding nu wereldwijd zich aan het voltrekken is? Ja. Maar jij stelt eigenlijk een soort verkeerde causaliteit vast, hè, die de wetenschappers steeds hanteren. Klopt dat? Dat ze oorzaak en gevolg door elkaar halen, waardoor je eigenlijk altijd een sluitende redenering hebt? Ja, het is een
Ik heb ooit gehoord van iemand, het verhaal is ook een grappig verhaal of een triest verhaal. En ik weet het ook een beetje uit ervaring, want na de oorlog, ik ben uit 1947 en we hadden in onze kennissenkring diverse vrouwen die wat later bevallen zijn, ergens in de jaren 50. En ik kan me nog goed herinneren, als je dan op bezoek kwam, dan was de kraamvrouw, die lag in bed. Die lag, en dat heb ik nu even teruggekeken, die bleef 10 dagen lang in bed liggen. Liep hooguit eventjes eruit, maar bleef in bed liggen. Want er was een professor, een gynaecoloog, die zei, de goede aanpak is 10 dagen na de bevalling in bed blijven liggen. En als er dan toch wat problemen waren bij die vrouw, dan vroeg hij, god, bent u uit bed geweest? Nou, ze zijn altijd uit bed geweest, want we moeten even naar het toilet. En dan zei ze, zie je wel, je bent uit bed geweest, dat zijn de problemen. Ja, pas later is eigenlijk het advies gekomen, als je helemaal bevallen bent, tuurlijk moet je rustig aan doen, maar ga niet 10 dagen in bed liggen, integendeel. Mijn vrouw was 4 uur na de bevalling van onze dochter, waren we alweer thuis met onze dochter. En dat is toch ook een redenering, waarbij je zegt, oké, blijf 10 dagen in bed. En als het iets misgaat, dan komt het omdat je niet 10 dagen in bed bent gebleven. En zo, en dat is eigenlijk ook het hele verhaal van de WHO en de RIVM. Maar Maurice, eventjes advocaat van de duivel spelen. De meeste mensen zitten nu weer op het terras. Ik zie het hier om me heen. Ik zit in de Jordaan. Iedereen heeft het idee, die epidemie is over. Het zal de mensen een zorg zijn waar het door komt, toch? Ik bedoel, of het nee, nou de anderhalf... Moment... Nee, ja. Maar nou, dat is wel heel belangrijk om te beseffen waarom op dit moment we zulke lage cijfers hebben. En ook te beseffen waar in de komende tijd en vooral in het najaar wel de dreiging vandaan komt. Want dat is natuurlijk wel het zo. Dat er wereldwijd op heel veel plekken toenames zijn van besmettingen. Ja. Maar als je niet snapt waardoor het komt, dan kan je het ook niet goed bestrijden. En waar ik me nu vooral druk om maak, is we gaan in het najaar een situatie krijgen dat we veel meer risico's gaan krijgen. Dat er wel weer nieuwe besmettingen komen. En als je dat niet goed afvangt, dan krijg je hetzelfde wat over de grens bij Gütersloh nu het geval is. Daar is gewoon op dit moment een lockdown in Gütersloh, omdat er een grote uitbraak is geweest in de slachterij. En ook in Leicester, in Engeland, hebben ze nu ook een lockdown. Omdat daar ook een toename is van de besmettingen. En ook daar lijken ze amper te weten waardoor het komt. En ja, gegarandeerd, als we niet adequaat nu gaan reageren in de komende maanden, gaan we in het najaar, eind van het najaar, ook duidelijke uitbraken in Nederland krijgen. Niet van de orde van grootte trouwens als in maart, maar we krijgen duidelijke uitbraken. En dat is op heel veel manieren, zonde, onnodig. We kunnen het gewoon tegenhouden. Door die ventilatie komen we zo op terug. Even een paar waarnemingen die ik in jouw blogs heb gezien. Je hebt ook gekeken naar de data in de zuidelijke staten van Amerika. En daar valt een heel duidelijk patroon in de COVID-besmettingen te zien, hè? Ja, er zijn eigenlijk 2 belangrijke factoren die bepalen waarom hoe die uitbreiding is. Maar de belangrijkste zal ik eerst noemen en dan kom ik op die Amerikaanse staten. De belangrijkste is de wijze waarop griep zich over de aarde verspreidt. We hebben griepseizoenen hier in Nederland, in West-Europa. Maar je hebt ook griepseizoenen overal in de wereld. Nou, deze eerste grafiek laat eigenlijk zien wanneer wij de afgelopen 5 jaar in Nederland griep hebben gehad. En dan zie je, dat start, het hangt per seizoen wat af. Maar het start ergens aan het eind van december en het loopt door maximaal tot in april. Nou, als je het patroon nu ziet op dit moment van corona, dan is het ongeveer gestart eind februari. En het is eigenlijk naar een heel laag punt ergens in mei gegaan. Dat is ten dele door de terechte maatregelen die we half maart hebben genomen. Maar die hadden we helemaal niet zo lang hoeven door te nemen. Maar voor ten dele gebeurt het ook omdat we op dit moment in een seizoen zitten waar ook influenza amper voorkomt. Dus dat het nu zo laag is, is niet dankzij de maatregelen genomen hebben en dat we nu, terwijl we alles verruimen, geen echte toename van de gevallen hebben. Ja, dat komt eigenlijk alleen maar doordat we nu niet in een influenza seizoen zitten. En dan moeten we dus begrijpen waarom influenza wel in de winter heerst en in Nederland niet in de zomer. Nou, het interessante is, als je dan de ontwikkeling bijvoorbeeld in Brazilië kijkt, eigenlijk volgt dat virus volledig het patroon van griep. En wanneer is er nu griep in Brazilië? En dit is
een hele interessante grafiek over Brazilië. Het ziet er wat moeilijk uit, maar het is makkelijk uit te leggen. Aan de ene kant zie je hoe normaal de griep zich in Brazilië voltrekt. Brazilië is een heel groot land. Ergens vlak boven de Evenaar tot ergens onder Sao Paulo is 30, 35 graden zuidenbreedte. Dat is echt heel pittig. En dan zie je dat in Brazilië begint de griepseizoen in het noorden, in het gebied van de Amazone. En dan trekt het in tussen maart en juni naar het zuiden toe. En het eindigt ergens in juni, juli in het zuidelijke gedeelte van Brazilië. Nou, als je naar de huidige situatie kijkt, dat is die tweede grafiek op diezelfde grafiek, dan zie je gewoon Brazilië, hoe op dit moment het aantal doden of het aantal gevallen per inwoner. En dan zie je dat het noorden heel veel besmettingen kent. En het is nu helemaal aan het, zoals Manaus, dat is een plaats in de Amazone, dat is ontzettend aan het verlagen. En in het zuiden zie je nu dat het lager is en de huidige uitbraak is met name Rio de Janeiro in Sao Paulo. Mm-hmm. En je weet gewoon, als je daarnaar kijkt, dat over misschien 2, 3, 4, 5 weken daar het langzamerhand zal weg hebben, omdat het griepseizoen voorbij is. Maar de volgende land waar het groot aan het uitbreken is, via hetzelfde patroon, is India. Kijk even naar dat volgende plaatje. Dit is India op dit moment. En India heeft als griepseizoen ergens tussen juli en september, juni, juli tot en met september, dan is de moesson in India, die trekt van het zuidwesten langzamerhand naar het noordoosten. En die is nu aan de gang. En dan zie je, als je naar de cijfers van India kijkt, op dit moment hebben ze 18.000 doden. En gegarandeerd dat over een maand India bij de top 2 van de landen staat. Is ook natuurlijk een heel groot land. En daar is nu de moesson aan de gang. En daar zie je dus het eigenlijk ook dat virus over India heen trekken, op dezelfde manier als de moesson daar overheen trekt. Nou, dus we weten, dat is evident, dat het dus samenhangt met de griep en een interessante bijkomstigheid. Men roept steeds, goh, dat Australië en Nieuw-Zeeland, want die hebben het toch geweldig gedaan. Australië en Nieuw-Zeeland hadden een zomer terwijl dat virus uitbrak. Nu is het in Australië, het is nu eigenlijk, we zijn nu in juli, dus in Australië is het nu januari als je qua seizoen hebt. Het meest zuidelijke stad is Melbourne. Dat ligt ruim onder de Evenaar, 37 graden onder de Evenaar. Dat is een echte wintersituatie. En wat is er nu aan de hand? Net in een paar dagen, daar is het nu aan het uitbreken. En daar hebben ze in bepaalde postcodes ook al lockdowns in Australië, omdat het daar de winter is. Dus in de winter, en wij krijgen weer de herfst- en winterperiode in Europa, gaat het weer terugkomen zoals het nu in Australië komt. Want als je nu naar heel Europa kijkt, het aantal doden nu per dag is nog 500, wat een stuk lager is dan het hoogtepunt. En eigenlijk alleen door Rusland en Engeland. Zonder Rusland en Engeland hebben we nog maar 200 doden in alle landen bij elkaar. En in Spanje, Frankrijk, België, Nederland zien we nu cijfers die ja, miniem zijn vergeleken met het hoogtepunt. Alleen Engeland loopt nu wat achter en Rusland, maar dat is een wat andere situatie daar. Nou, dat is het ene component. Het volgt het grieppatroon. Dus we kunnen de klok erop gelijk trekken dat ergens in het laatste gedeelte van het jaar het weer naar Europa komt, zoals de griep ook altijd naar Europa komt. Nou, en dan de zuidelijke staten van Amerika, want daar is iets anders aan de hand. De ene is de griep, maar in Amerika zag je, New York is ook heel laag op dit moment, omdat Amerika hetzelfde griepseizoen heeft als wij in Europa. Maar de zuidelijke staten liggen in een meer subtropisch gebied, net zoals India en Brazilië. En daar gebeurt het op een ander moment. Alleen daar is iets heel bijzonders aan de hand, wat bij influenza nog niet zo zwaar is ontdekt. Namelijk, daar hebben ze heel veel aircondition. En die aircondition daar is nogal stevig. Als je in Amerika bent geweest in restaurants, dan zit je bijna te klapperen van de kou. Ja. En nou, waar heerst het nu? In staten als Arizona, Texas, Florida. Ik heb hier een heel interessant plaatje. Dat plaatje kwam ik op Twitter tegen. En daar zie je de 10 staten, de staten Most Miserable Summers.
Dat betekent dat de grote verschil tussen het weer buiten en het aangename weer binnen. Enerzijds, bijvoorbeeld Arizona is het 40, 45 graden en niet zo vochtig. Maar in Florida is het 35 tot 40 graden en wel heel erg vochtig. Binnen het huis, dus in ruimtes, in restaurants, in clubs, daar hebben ze de aircondition loeien. En eigenlijk gebeurt daar op een bepaalde manier hetzelfde als in slachthuizen. In die slachthuizen hebben ze lage temperatuur om het vlees goed te kunnen bewaren, dat het niet bederft. En in die koude temperatuur, met weinig ventilatie, kan zo'n virus heel lang blijven vliegen. En daarom zien we wereldwijd gigantische uitbraken steeds in die vleesverwerkende industrie. En daarom is nu ook in Gütersloh een grote lockdown. Want er zijn 1500 mensen daar in een varkensslachterij besmet geworden. Ja. Door de omstandigheden daar. Ja. En in die zuidelijke staten, in Amerika, daar zie je de uitbraken. En die zijn vrijwel allemaal te koppelen aan aircondition. Maar als je à la WHO en RIVM zegt, nee, het komt door direct contact. Ja, waarom zou in een ruimte met aircondition de druppel, die valt daar ongeveer hetzelfde als ergens anders. Dus wat zeggen ze in Amerika? Niet, jongens, dat moet dat airco zijn. Laten we daar maatregelen voor nemen. Nee, dan zeggen ze van, ja, mensen zijn, hun gedrag is niet meer op afstand. Ze zijn zelfs de stranden aan het sluiten. Waarom? Ja, omdat het niet de aerosols mogen zijn. Het moet iets anders zijn. Gelukkig begint dat ook in Amerika te kantelen. Want gouverneur Cuomo van New York heeft 3 dagen geleden gezegd. Malls, de winkelcentra, mogen pas open als ze in een airco-systeem een filter hebben geplaatst tegen corona. Zonder dat filter gaat een winkelcentrum niet open. Nou, maar wat doet dat filter dan? Wat is er mis met die airco's, even heel precies? Nou, als je gewoon naar de airco, net zo goed als bij die slachthuizen, als jij praat of niest of hoest, dan komt er allerlei verschillende druppeltjes qua vocht uit je mond. De grotere vallen op de grond, de kleinere kunnen gaan zweven. En wat er ook gebeurt, als de luchtvochtigheid niet zo hoog is, dan verdampt het water. Maar het virus kan wel in de lucht komen. Dat is die theorie van die aerosols. Die kunnen vrij lang blijven zweven onder de juiste omstandigheden. En als jij dan met een groep mensen in die ruimte aanwezig bent, en jij bent een tijd het aan het inademen, en dat moet echt een tijd zijn, hè? Niet in 1 minuut of 2 minuten, maar je bent een tijd aan het inademen, dan komt eigenlijk dat virus rechtstreeks je longen in. En dat is de plek waar die het ergste huishoudt. Dus hij gaat als het ware uit de longen van de aanwezige besmette persoon, die bijvoorbeeld aan het zingen of aan het praten of aan het hoesten is, gaat hij rechtstreeks de longen in van de aanwezige. En daarom krijg je met grote regelmaat de zogenaamde superspread events, waarbij in één klap 50, 70, 100, 400 mensen aanwezigen worden besmet, omdat die allemaal die aerosols aan het inademen zijn. En dat is de meest gevaarlijke manier van het verspreiden van het virus. Want bij mensen thuis, waar je een patiënt hebt, daar wordt die, verspreidt die helemaal niet zo snel. Het is echt niet zo dat 60-70% van de huisgenoten besmet worden. In Nederland onlangs een onderzoek van de RIVM zelf, 10% van de huisgenoten werden besmet. Mm-hmm. Maar bij zo'n koorrepetitie of op een andere plek, dan zijn het, worden tientallen procenten van de aanwezigen besmet door dat die aerosol door de lucht gaat, net zoals in de slachthuizen. En zo'n filter kan dat dan tegenhouden? Ja, want wat eigenlijk het probleem is van dat ventilatiesysteem, of de airco, eigenlijk, en dat is ook in normale kantoren, het gaat er vooral om hoeveel verse lucht haalt zo'n systeem van buiten naar binnen. Want het haalt de lucht uit ruimtes weg en er moet nieuwe lucht terug. Mm-hmm. Alleen als het buiten heel warm is en je hebt binnen een koeling, hoe meer lucht je van buiten naar binnen haalt, hoe meer dat die airco moet werken om dat warme lucht weer koud te maken. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Hoe groter dat verschil is, dan zetten ze eigenlijk dat soort installaties op, hercirculeren het lucht wat we al in huis hebben, haal zo min mogelijk lucht van buiten, want dat kost alleen veel geld en sommige
installaties kunnen dat niet eens aan om het allemaal te koelen naar de juiste temperatuur. En wat heb je dan? Je hebt dus filtermogelijkheden die als je die lucht uit zo'n ruimte hercirculeert, op het moment dat je het hercirculeert, haal je door een filter heen, of er zijn bepaalde apparaten, UV en nog wat andere, en die zorgen dat het virus uitgeschakeld wordt. Dus dan, de lucht die je dan verder krijgt, is gewoon, hetzij de complete verse lucht, of de gehercirculeerde lucht, waar het virus uitgehaald is. Dus de aanwezigen hebben geen last van het feit dat ze eigenlijk niet zelf de ramen open hebben staan. Is dat hetzelfde wat in vliegtuig met die HEPA-filters gebeurt? Ja, het is eigenlijk exact hetzelfde. Ja. In vliegtuigen hebben ze ook dat soort systemen. Daar, omdat ze dan hoog in de lucht zijn, ik heb begrepen dat ze dan meerdere keren, ik geloof zelfs twee keer per minuut of één keer per twee minuten, wordt de hele lucht in het vliegtuig ververst. En wel van boven komt de lucht en wordt van onderen weggezogen. En dan is daar dat heet een HEPA-filter. En die haalt dat ook nog een eventuele virus uit de lucht. En het feit dat er virussen kunnen ook nog minder in die lucht zijn, omdat iedereen ook nog mondkapjes op heeft. Dus vliegen op dit moment, waarbij je ook nog weet, er zijn heel weinig besmette mensen in Nederland. De kans dat je in een vliegtuig, in een Nederlands vliegtuig op dit moment besmet wordt, ja, is eigenlijk 0,000001 of zo. Ja, ja. Maar als je dit allemaal zegt, hè, dan komen we even terug op jouw Deltaplan ventilatie. Zeg je dan eigenlijk bijvoorbeeld tegen verpleeghuizen, ga als de bieden weer, ga je luchtverversingsinstallaties na en kijk of er een nieuwe installatie geïnstalleerd moet worden of zo'n filter ertussen? Ja, nou, dat is het. Kijk, wat nu het grote gevaar in Nederland is, ergens in het najaar, kan november zijn, kan december zijn, zijn de condities voor het verspreiden van het virus gunstig. En waarom? Als het november, december wordt, zijn we meer in ruimtes waar we zelf de ramen en deuren dicht doen, want het is buiten inmiddels, laat ik zeggen, 10 graden. Ja. Als het nu in Melbourne 12 graden is. En de luchtvochtigheid buiten neemt af. En als jij in een ruimte bent waar de luchtvochtigheid hoog is, dan is de kans veel kleiner dat het virus blijft zweven. Bij lage luchtvochtigheid blijft het virus veel langer zweven. Daarom hebben we in die noordelijke landen, waar wij ook zitten, boven de 30 graden noordenbreedte, hebben we in de winter de influenza, omdat we in dichte ruimte zitten, we zitten met lage luchtvochtigheid, en dat virus, die blijft in de lucht zweven. Dus ja. Wat moeten wij nu voorkomen? We moeten voorkomen dat wij in het najaar, als het weer er ons toe dwingt om ja, niet meer in de buitenlucht veel te zijn, om te zorgen dat die systemen adequaat zijn. En ja, ik word door heel veel mensen benaderd die dat soort systemen hebben geïnstalleerd en daar het onderhoud voor doen. En die zeggen, nou, als ik in Nederland rondkijk, er zijn, en dan gaat het over kantoren, scholen, zorginstellingen, restaurants, theaters, cafés. Er zijn er behoorlijk wat die best goed zijn en die eigenlijk al goed afgesteld zijn. Maar er zijn ook behoorlijk wat die hetzij niet goed afgesteld zijn en geen filters hebben, maar ook misschien sommige zelf wel helemaal vervangen moeten worden. Mm. En wat mijn pleidooi is, we hebben nu tot, laat ik zeggen, eind oktober nog 4 maanden... waarin we alle systemen in Nederland coronaproof kunnen maken. Die moeten gewoon gekwalificeerd worden. Ze worden gecontroleerd, ingesteld, aangepast zo nodig. En ze krijgen de kwalificatie coronaproof, dan weet je dat je in een ruimte zit, in een kantoor, in een zorginstelling, waar dan ook, waar dat systeem goed is, namelijk enerzijds verse lucht van buiten, anderzijds filters of op een andere manier het eruit halen. En ik zelf zou, als het januari is, ik zou, als er gebouwen zijn waar niet een coronaproof ventilatie is, zou ik hetzij er niet naartoe gaan, of zeggen, nou, ik ga er alleen naartoe als iedereen mondkapjes daar draagt. Maar dat hoeft niet in coronaproof systemen. Want als bijvoorbeeld ik naar een theater zou gaan, en de meeste theaters hebben vrij goede systemen, ook al op dit moment,
Ja. Maar als ik naar een theater zou gaan wat coronaproof is, ja, dan loop je ook echt geen risico's. Wat belangrijk is wel om te weten is, op dit moment is dat gevaar niet of heel klein, omdat we A, in Nederland heel weinig mensen hebben die anderen kunnen besmetten. Dat begint de nul te naderen. In de tweede plaats, omdat het nu vochtig en warmer is, heb je in dat soort ruimtes ook dusdanig een hogere luchtvochtigheid. Dus de kans dat met het huidige weer dat virus lang blijft zweven, die is heel klein. En dat zien we dus ook nu in Europa, want daar hebben we gunstig weer. En daar zie je de cijfers naar nul naderen. Ja, ja. Zeg, even los van verpleeghuizen en dergelijke. Ik heb begrepen dat jij een mail hebt gehad van de TU Eindhoven, de Technische Universiteit. Die hebben het mede door jouw pleidooien gecheckt. Die hebben gezegd, wij zijn coronaproof. Je zou eigenlijk dus in dit geval als student of als ouders van een student gewoon moeten kunnen eisen, hè, dat ik me begeef in een omgeving straks of nu al die coronaproof is. Dus dat vereist ook dat mensen zelf op de barricades gaan staan, toch? Ja, nee, ik heb dat van de TU Eindhoven. Die hadden aan al hun studenten en alle werknemers gemeld. Er is nu veel aandacht daarvoor. En wij kunnen jullie melden. Ons systeem heeft heel veel mogelijkheden om verse lucht in te halen. En we hebben nu nog meer verse lucht. Dus ja, Wij zijn coronaproof. Ik heb ook mails gekregen van mensen in zorginstellingen. Die heeft gezegd, ik werk in een zorginstelling, een grote zorginstelling met verschillende vleugels. We hadden één vleugel waar onze ventilatie gewoon slecht is, dat systeem. En de andere hadden nieuwe systemen. En de uitbraak is alleen maar geweest in die afdeling waar die ventilatie slecht was. Alleen wat ik vooral bepleit is dat het gewoon een campagne wordt voor heel Nederland. Het gaat ook veel geld kosten. Dat zou de overheid ook moeten entameren. Je moet een soort erkende coronaproof stempel hebben. En als je daaraan voldoet, dan weten we het ook. Alleen, ja, zolang de overheid dat niet doet, ja, dan moet iedereen en ieder beheerder van een gebouw moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar het is zo'n zonde dat we dat niet als een landelijke campagne doen. We zijn ook de huizen van het gas en zo. Ik snap werkelijk niet waarom wij niet dat hoog op de agenda zetten. Het kost heus geld. Nou, als je ziet hoeveel lockdowns en zo kosten, nou, er is op dat punt geld genoeg. Plus dat het ook geld is wat naar mensen gaat. Dus het is ook nog omzet voor partijen. Maar het erge is, en eergisteren kwam RIVM met een nota. Ja, en dan zak mijn broek af. Dan, wat ik dan lees, ik bedoel, ik heb veel slechte notas van het RIVM gezien. Nou, dit spant de kroon. Hoezo dan? Ze hebben namelijk beschreven dat er eigenlijk nog geen bewijzen zijn dat aerosols een belangrijke rol spelen. Eigenlijk amper. Komen ze met allemaal studies waar het nog niet duidelijk uit is. En zeggen ze, er is een schip geweest, de Diamond Princess. Dat was een van die cruiseschepen die bij Japan een hele tijd dolende was. 700 mensen zijn daar besmet geworden. En daar hebben ze onderzoek gedaan. En daar bleek het airco-systeem niet de oorzaak te zijn van de uitbraak. Wel misschien in restaurants daar of in de casino intern. Maar als argument werd gebruikt, omdat bij de Diamond Princess de airco niet een rol speelde bij de besmetting. Ja, hoeven we het nou ook in Nederland niet te doen. Dus het advies is nooit slecht om wat te ventileren, de ramen open te zetten. Maar we hoeven niet de campagne te beginnen om de ventilatiesystemen in Nederland echt coronaproof te maken. En als je dan echt weet wat er wereldwijd inmiddels aan steeds meer bewijs komt, hoe belangrijk die aerosols zijn, dat Duitsland, het RIVM in Duitsland, op hun website inmiddels zegt dat de aerosols belangrijk zijn, dat, enzovoort. En ja, RIVM gaat koppig volhouden dat het onbelangrijk is. Nou, volgens mij is een van de basisregels better safe than sorry. Nou, ik denk dat we ontzettend sorry zullen zijn als wij de komende maanden niet overal bij dat soort systemen de maatregelen nemen. En ik roep echt alle Nederlanders op die werken om te zorgen, op scholen trouwens, alhoewel nu natuurlijk de vakantieperiodes is,
Maar neem je eigen verantwoordelijkheid als het RIVM het niet neemt. En zorg dat dit soort systemen eind oktober coronaproof zijn. Dan krijgen we geen tweede golf. En als ze niet coronaproof zijn, dan gaan we dezelfde kant op als Gütersloh nu. Of wat we ook in Nederland hebben gehad. Nogmaals, niet in die kolossale aantallen. Maar dan krijgen we toch op plekken uitbraken. Waar we weer lockdowns krijgen, dan regionaal. Totaal onnodig als we nu dat deltaplan ventilatie gewoon starten. Ja, speelt RIVM met levensstand, kun je dat zeggen? Ja, zo zou je het echt mogen zeggen. Het is een koppigheid. Het lijkt er altijd op, dat is ook met de mondkapjes zo geweest, op andere punten. Het is altijd zo dat als ik dingen zie van het RIVM, dan willen ze eigenlijk niet erkennen dat ze het misschien een paar maanden geleden onjuist zagen, maar dat ze het een paar maanden geleden anders zagen, dat is helemaal niet erg. In Amerika heeft de RIVM daar op een gegeven moment over het niet meer besmetten. De kans is heel klein dat je via voorwerpen besmet wordt. Dat is inmiddels duidelijk. Nederland ook niet naar de buitenwereld gekomen. Maar wat heeft die RIVM daar gezegd, de baas? Die kwam op tv en die zegt, we zijn ingehaald door de wetenschap. We weten nu dat het niet meer gevaarlijk is. Nou, daar ben ik blij om. Dat maak ik nu bekend. Ja. En Nederland lijkt het in net dat het een soort prestigestrijd is om maar te blijven zeggen wat ik toen gezegd heb, dat heb ik gelijk in. En daarmee speel je echt met levens. Maar nog even, dan gaan we afronden. Ik heb jou ook in debat gehoord op BNR met de viroloog Ab Osterhaus, oud-RIVM. En Andreas Vos bij Op1, die gaan enigszins met je mee, maar die zeggen met het RIVM van, jij haalt er één klein dingetje uit die aerosols, die blaas je op. En wij bekijken het veel integraler. Hè? Eigenlijk verwijten ze jou een soort simplisme. Nou, je moet dus gewoon op mijn website kijken. Ik heb daar even laten zien wat er inmiddels wereldwijd op dat punt is. Er is een professor, die heeft een grote artikel geschreven en die zei, aerosols en corona, the world should face the reality. Er zijn allerlei. En die zegt gewoon, je moet onderkennen dat de aerosols zo verschrikkelijk belangrijk zijn. En als je dat niet doet, dan krijg je dat soort situaties als we nu krijgen, een verdere uitbraken. Dus zij zeggen dat ik een klein punt eruit haal. Mijn stelling is, en die is gebaseerd op wetenschappers, het zijn inmiddels 2 artikelen in de New York Times. Daar staat, 10% van de besmette mensen besmet 80% nieuw. 70% van de besmette mensen besmet niemand. Dan gaat het erom, wat gebeurt er als 10%, 80% besmet? Dat zijn de zogenaamde superspread events, waarin één klap tientallen mensen, zo niet honderden mensen worden besmet. Mm-hmm. En wat zegt dan, als ik dan van Dissel hoor, die zegt, ja, maar ze hebben, dat koor was aan het repeteren, 50 van de 60 zijn besmet, maar die hebben ook om de koffiekamer gestaan, en toen waren ze heel dicht bij elkaar. Dus dat is precies van de banaan en de krokodil, van, ja, ze hebben wel als koor met z'n allen daar gestaan. Maar ze waren in de koffiekamer. En toen heeft blijkbaar 1 persoon of 2 personen hebben 50 besmet. Ja. En dat is gewoon bijna fysiek onmogelijk. Terwijl het een veel logischer patroon is dat ze met z'n allen die aerosols hebben ingeademd. En dan zie je eigenlijk elke keer weer, als ik in dat soort discussies kom, dat die virologen en ook het RIVM zich in allebei bochten kronkelen om een soort andere verklaring te vinden. Bijvoorbeeld de slachthuizen, waar het dan gebeurt is, ja, maar die mensen gaan met busjes naar hun werk, wonen in slechte woonomstandigheden. Besef wel, wereldwijd is het, hè? Ja. Nou, het is heel interessant. In Twello is een paar dagen geleden een uitbraak geweest in een visverwerkende industrie. Profish heet dat. 30, 40 mensen besmet. De werknemers wonen daar in huizen en komen met hun eigen auto's naar het werk. En daar zegt professor De Jong van de Wageningse Universiteit, dat kan bijna niet anders liggen aan de koele werkzaamomstandigheden en de aerosols die in de lucht zijn. Maar gegarandeerd, als je dat aan Van Dissel zou vragen, dan zegt hij, nou, maar ze hebben wel binnen 1 meter afstand gewerkt. En daardoor komt het. En mijn punt is, ik denk dat er steeds meer bewijzen zijn wereldwijd, niet omdat ik het vind, maar omdat wetenschappers dat zeggen. In Duitsland wordt al gezegd dat de aerosols een belangrijk punt zijn.
En we gaan in Nederland een soort achterhoedegevecht voeren dat aerosols onbelangrijk zijn, dat de ventilatie eigenlijk niet zo belangrijk is. En dat gaat mensenlevens kosten. Maurice, dank voor deze update. Graag gedaan.